Hallo allemaal, welkom bij Paper Craft Mix. Ik ben het, Brigitta, en je kijkt naar dag 15 van de Holiday Advent Samenwerking 2022, georganiseerd door Poet Spice. Vandaag heb ik twee kaarten voor jullie die je redelijk makkelijk en snel kunt maken. Het is niet mijn eigen idee. Ik ben geïnspireerd door Daisy Martens. Die kennen jullie misschien wel. Die designt hier in Nederland voor verschillende merken. En ik zag een hele leuke en simpele kaart van haar hand. Die je kunt gebruiken in elk thema wat je maar wil. En het gebruikt dus inkblending en spetteren van inkt. Zoals je wel kunt zien. Voor de basis van de kaarten gebruik ik weer papier van Craft Sensations. The Best Time of the Year blok voor het groene papier. En het rode papier met de besjes komt uit Have Yourself a Merry Little Christmas. Superleuke blokken, zoals altijd. En ja, ze combineerden mooi met de inkten die ik nu ga gebruiken, of die ik heb gebruikt. En dat zijn de Emerald en de Grenadine van de iZinc. En nogmaals, deze werken hetzelfde als de Distress inkten van Tim Holtz van Ranger. De basis van de kaarten zijn gewoon een gesneden vierkant en rechthoek. En met een pons heb ik de hoeken afgerond. Heel erg simpel. En ja, voor de inkblending, dat kun je wel zien, plak je dus eerst je kaart af met een tapeje. Zodat je dus een mooie strakke lijn krijgt als je hem geblend hebt. Superleuk. En daarna stempel je dus de teksten. En met een zwarte marker heb ik hier nog die strepen gezet. Super lief. En daarbovenop plaatjes. Deze plaatjes, super schattig. Van Bella Lulu Vintage Sneeuwman, volgens mij. Volgens mij is je niet meer te verkrijgen, dus daar kan ik geen linkje van sturen. En ik heb ook gespetterd met dezelfde inkt. Ook met een metallic inkt van waterverf van Action. En met zwarte Molotov marker. Voor een beetje contrast. Ik vind ze echt super leuk. Ga ook dit idee gebruiken voor verjaardagskaarten, denk ik. Of voor Valentijnskaarten. En zeker als je een hele hoop in één keer moet maken, dan is dit wel een techniek die je snel kunt toepassen. Zodat je als je fabriekstraatje maakt, in no time een stapeltje kaart hebt. Nou, deze in een ander kleurenschema met andere schattige plaatjes van hetzelfde vel. En ja, super lief. Dit waren mijn kaarten voor jullie van vandaag. Ik hoop dat je ze leuk vindt. Zo ja, geef me een duimpje omhoog. Ik ben inmiddels, het is 15 december, erg benieuwd naar jullie. Of dat jullie erg druk zijn met de voorbereidingen voor de kerst. Ik ga dit jaar weer het kerstdiner houden voor onze familie. En ik ben er nog even over aan het nadenken. Ik film dit natuurlijk al in november, dus ik heb nog even over wat we gaan doen met het eten. Ik begin toch wel te denken aan een, ja, heel saai, aan een gourmet. Want ik vind het zo leuk dat je daar gewoon gezellig samen aan tafel van kunt genieten en dat je ook een paar uurtjes bezig bent. En ja, als ik echt een maaltijd ga maken, wat ik ook wel eens heb gedaan, dan ja, sta je natuurlijk zelf de hele dag in de keuken en ook tussen het eten door in de keuken. En dat vind ik echt niet zo gezellig. Ik zit veel liever bij mijn familie aan tafel. Dus ik wil graag van jullie horen hoe ver jullie zijn en wat jullie plannen zijn voor de kerst. Ik hoop dat jullie deze video van vandaag leuk vinden. Je hoort wat achtergrondgeluiden op mijn video. Dat zijn de kinderen die vertrekken. Die gaan lekker een avondje naar de toppers. Dus super gezellig. Ik ben benieuwd hoe ze het gaan vinden. En ja, ik hoop dat jullie morgen terug zijn voor dag 16 alweer. En nogmaals, wil je kans maken op mijn kerstpakket om die te winnen aan het einde van deze maand? Dan zie ik graag je reactie tegemoet op deze video. En natuurlijk op alle andere video's die ik gemaakt heb en die nog gaan komen. Bedankt voor het kijken en ik zie jullie graag morgen weer terug. Fijne avond nog!